Hallo! Ik ben hier met Marloes. Marloes heeft de blog insiderscampagne gewonnen van Santa Maria. Heel leuk. We zijn hier echt al helemaal aan het kletsen. Ik ben hier ondertussen al 2 uur of zo. Maar we gaan nu maar even boodschappen doen, want het is eigenlijk bijna etenstijd. En we gaan jouw recept maken. En dat was een... Tortillataart. Een tortillataart. Dus jullie gaan zien hoe we dat gaan doen. En ik ben heel benieuwd. Blijf kijken. Ja, dat hebben we ook nog gehad. Een pakketje. Wat zit er allemaal in? Dus even kijken. Kijk, guacamole dipmix. Enchiladas. God. Crispy chicken. Oh ja, die kunnen we ook wel maken. Kan ook nog. En tortillas. Oh, hey, die kunnen we wel gebruiken. Kijk, die kunnen we gebruiken. En nog een pak. Nou, dan kunnen we een enorme taart maken. Zo, maar Loes even bezig met haar creatieve decoratie. Want mijn brein werkt echt helemaal niet mee. Dus thank God heb ik Marloes. En we leggen de ingrediënten even klaar. En dan gaan we toch maar beginnen aan de tortillataart. Want de man des huizes komt zo meteen ook weer thuis. Dus dan moet er wel eten zijn. En dit is Frits. Die heeft ook wel zin in een beetje Santa Maria. Maar het is niet voor jou, Frits. Oké, ja, Marloes zegt in ieder geval dat het heel makkelijk is, hè Marloes? Ja, dit is super makkelijk. Alleen kip, ja. Olie, oh ja. Crispy chicken. Ja, precies, want dan gaan we erbij doen, hè? Even voor extraatje, gewoon ja. bij de taart. Ja. Ik denk, ik help gezellig met koken en zeg tegen Marloes, wat kan ik doen? Nou ja, niks. Dat is zo makkelijk. Dan kan ik gewoon in mijn eentje dus. Ja, ik word gewoon bediend. En dan gaan we de taart invetten volgens mij, ja, want anders de taart niet. Wat zeg ik nou, het bakkelijk. Ha, ha, ha. Tijd voor de tortilla. Allereerst een tortilla. Nou, dat was het. Dat was mijn geheim. Zo simpel. Dan een paar schepjes van het bonenmengsel met gehakt. En dan tijd voor de salsa. Hè? Salsa gezien. Salsa tequila. Salsa tequila. Corazon. Het is wel echt van het Spaanse weer ook buiten. In ja. Zin, een goede dag uitgekozen. Het is dat jij zwanger was, anders zouden we aan de sangria gaan. Oh, hè? Zeker, zeker. Nou, ik haal het nog een keer in. Met tortilla taart. Alles pas met tortilla taart. Ja. Als afsluitertje een beetje kaas. Oude kaas, hè? Dat is het lekkerst. Kijk, dat zijn de goede tips, hè? Dit. Oude kaas. En dan weer een tortilla. Een velletje. Zip. Hier. En dan hetzelfde proces gewoon nog een keer. Of yes. Ja? Zo simpel? Zo simpel. Nou, dat kan ik ook. Nee. En dit is dan het einde. Oh ja, dus je sluit er gewoon af met nog een laagje van het gehakt en ja. De salsa en de kaas. Ja, zo. Altijd afsluiten met de kaas. Heerlijk. Ja, nu is de vraag natuurlijk, hoe lang gaat hij in de oven en op hoeveel graden? Ik vergeet het altijd te vertellen bij mijn eigen recept. Nou, 180 graden en... Ja, hoe lang? Gewoon totdat ik denk, nu is die klaar. Oh, maar daar heb je niks aan, hè? Nee, dus misschien rond een 20 minuten, tussen 20 minuten en ja. Een half uurtje of zo. Dan een beetje blijven kijken. 20 minuten. En wel in de gaten houden. Ja, en moet niet te krokant worden. Oh, de taart ziet er ook goed uit. Hoe lang heb je daar ook in gezeten? Toch een minuutje of 20. 20 denk wel, ik toch wel, ja. Tijd voor de guacamole. Even kijken. Wat had je nodig? 2 avocado's volgens mij en ja. Zure room, hè? Nee, alleen dit. Oh ja? 2 avocado's en de dipmix. Oh. Het eten is eigenlijk helemaal klaar. We hebben het nog even in de oven laten staan, gewoon op een lage temperatuur. En zo meteen komt haar man thuis en dan gaan we lekker gezellig eten. Kijk eens, Marloes heeft voor mij speciaal een alcoholvrije wijn gekocht. Nou, speciaal voor jou. Kan ik toch nog een beetje meegenieten. Daar hebben we het hoor, de guacamole, de tortilla taart, kipstukjes en de kaas met de zure room en de jalapenos. Oh, ik heb trek. Smullen. Cheers.
En dan ga ik eindelijk weer naar huis. Ik had eigenlijk gezegd dat ik 2-3 uur zou blijven. Ondertussen is het 6 uur later. Dus mislukt. Ja, mislukt. Nou, mocht je nog meer recepten willen zien, zoals die van Meloes en andere bloginsiders, kijk dan even op de website die ik heb gelinkt in de videobeschrijving. En dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg! Doeg.